Deze beschouwing die gaat over de link, het verband, de verbintenis tussen Vaticaan, het Vaticaan, de paus, de katholieke kerk en Zwitserland. Ik weet dit nog niet zo heel erg lang. Het is sinds een paar jaar dat ik meer weet van de rol van het Vaticaan in belangrijke gebeurtenissen van de geschiedenis van zeer zeker Europa, maar ook in de geschiedenis buiten Europa. Een jaar of 3, 4 denk ik, als ik weer weet. En ja, toen ik wist dat de Tweede Wereldoorlog aangeslingerd is door Adolf Hitler natuurlijk. En dat Adolf Hitler onder het bestuur stond, onder het toezichthoudend oog stond van de paus. Dat wist ik toen. En de taak van Adolf Hitler was om de boel naar de Rasmodee te helpen. In opdracht van de paus. Ja, Europa lekkere ratsmedeeën natuurlijk. Alles kapot maken, dat vindt de paus prima. Totale chaos stichten en dan kan hij naar voren komen als de grote vredebrenger. Keer op keer, hè? Dat die rol van Adolf Hitler dubbelzinnig was, dat was mij al duidelijk sinds een jaartje of 9, na misschien wel 10 jaar. Dat meneer Hitler een hele andere agenda had. Maar dat de paus erachter zat, dat weet ik nog niet zo lang. Ik had het kunnen weten, want ja, ik ben vanaf mijn 12e ben ik de Bijbel gaan lezen. En van mijn 12e tot en met mijn 16e was ik bij de Pinkstergemeente in Amsterdam. Misschien ken je dat kerkje, dat gebouwtje, een zaaltje, meer is het niet. Bij het Stadionplein, in het hoekje. Je vindt het zo. En daar werd geleerd dat de katholieke kerk gelijk staat aan de antichrist. En de antichrist staat voor chaos en misère en ellende. Nou, wat heeft Adolf Hitler gebracht? Precies dat. Nou, wie brengt dat graag? Ja, de antichrist. Wie is de antichrist? Dat is de katholieke kerk. En er zijn er mensen en die zijn dan katholiek. Of ze kennen iemand die katholiek is. Van ja, maar Piri, je mag het toch niet zomaar zeggen? Nou, waarom mag ik dat niet zeggen? Het is toch zo? Kijk, iemand die een van de 10 geboden aan zijn laars lapt. En zichzelf ondanks dat een christen noemt. Dat is een leugenaar. En een iemand die meeloopt met de leugenaar, de paus dus. Ja, die vindt het denk ik niet leuk dat ik dan zeg dat zo iemand meeloopt met een leugenaar. Ja, dan moet hij dat ook niet doen. Dan hoef ik het niet van jou te zeggen. En het gebod van Mozes wat de paus aan zijn laars lapt, dat is het tweede gebod. Tja. En ik kan erbij vertellen dat er nog meer geboden zijn waar de paus dan niet zo moeilijk over doet. Zoals het gebod: gij zult niet echt breken.
Daar doet hij erg makkelijk over. Want zijn medewerkers, priesters en zo, die hebben zich vergrepen aan koorknapen, onder andere. En dat is een vorm van echtbreuk. Dat is namelijk seks buiten het huwelijk. Los van het feit dat het een regelrechte overtreding is van dat wat doorgaat voor de Nederlandse wet. En andere wetgevingen. En de paus doet er helemaal niks aan. Een aantal jaren geleden stuitte ik op iemand en die heet Jean Heros. Misschien moet je zeggen Jean Ross. En Sean, dat is S-E-A-N, net als Sean Connery, die acteur die James Bond heeft gespeeld. En Heros, dat spel je H van Hendrik en dan R van Richard, O van Otto en dan twee keer S van Simon. Het is oud-Engels voor horse. Ik heb geen linkje onder deze uitzending staan die je brengt naar zijn kanaal. Want hij heeft, hij heeft twee kanalen. Ja, en zoek hem gewoon op. Als je wil gaan checken of dat wat ik zeg wel de waarheid is, dan heb je ook wel de moeite om Jean Heros in te typen. En dan vind je hem wel. Dus in Google. Jean spatie H-R-O-S. En dan vragen om de video's. En bij Red Eyes Creations, het radiostation in Göteborg, zo, een grote burg in Zweden. Daar heeft hij een interview gegeven. En Red Eyes Creations, dat schrijf je zoals je het zegt. Normaal Engels. Red van rood. En een ice van ijs. En creations, dat is met een C. Hè? Creations. Red, isu, creations. RedIceCreations.com. Kan je hem zelf horen? Wordt hij geïnterviewd? En bij die uitzending van Red Eyes Creations, daar staan denk ik, weet ik wel zeker, er staan linkjes onder. Naar zijn YouTube-werk. Hij heeft heel veel, wel meer dan 10 filmpjes gemaakt. En ja, die filmpjes die ik maak, ja, die schud ik uit mijn losse pols. En niet zoveel werk, ik zit gewoon hier in mijn IKEA-bed en ik klets wat. Maar hij gaat er echt op uit. Met een rugzak en een teentje en een trekker heet dat, hè? En dan trekt hij in de ronde. En hij is in Normandië geweest ook. Die plek waar D-Day heeft plaatsgevonden. Dus die inval vanuit de geallieerden op Nazi-Duitsland-Europa. En daar staat een monument, hè? Dat heeft Jean Heros gevonden. En gefilmd natuurlijk. Hij filmt alles, hè? Dan gaat hij op reis met zijn rugzak en zijn spulletjes en zijn camera. Ja, dat kostte hem een hoop tijd om al die films te maken. Interessant werk, hoor. Wat die, voor jou en mij dus. Hè? Ik heb het allemaal bekeken. Jij misschien nog niet. Nou, in Normandië, daar gaat het dan niet specifiek over, maar dat van hem in Normandië zou ik ook even bekijken. Met het monument. In het monument staat zo'n vrijmetselarij symbool. In graniet dinges, je kent het wel. Een grote G met een passer en een winkelhaak. Dat is een rechterhoek. Daar komt mijn naam ook vandaan, hè? Ik heet Perry Winkel. Dat komt uit het Duits. Winkel betekent hoek.
Waar Jean Heros precies vandaan komt, weet ik niet. Maar hij kan volgens mij goed Duits, goed Frans, goed Engels. Ik meen dat hij uit Zuid-Afrika van origine kwam. Ja. Jean Heros heeft een vrouw gehad in die tijd. Die heb ik ook nog wel, heeft hij ook filmpjes meegemaakt. Ik weet niet of hij nog bij die vrouw is, of die vrouw nog bij hem is, dat weet ik niet. En ze hadden kinderen. En die kinderen die waren toen op dat moment, ik weet niet hoe het nu is, maar toen waren die kinderen ingepikt door de overheid. Jeugdzorg. Van een of ander land. Dat is heel erg zielig voor die kinderen. En heel erg zielig voor Jean Heros en de moeder van zijn kinderen. Laten we daar even bij stilstaan. Jean Heros heeft ook in de gevangenis gezeten, waar hij gemarteld is. Met zuurstof. Ja, deprivation, zeg je op zijn Engels. Ik weet niet hoe je dat op zijn Nederlands zegt. Zuurstoftekort of zo. Of zuurstofonthouding. Maar de lucht in zijn cel, die had ja, net genoeg zuurstof om in leven te blijven. Maar voor de rest was het veel ademhalen en niet bewegen. Anders zou hij zijn gestikt. Bij wijze van spreken. Maar ze hebben hem weer vrijgelaten. Ik zou dus niet weten hoe het nu met hem is. Maar hij heeft wel een aantal dingen aan het licht gebracht. Duidelijk gemaakt. Dat in Zwitserland, dat land wat neutraal was tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daarom begon ik over Adolf Hitler en de Tweede Wereldoorlog. Dus in de Tweede Wereldoorlog was het heisaai in Nederland, in België, in Engeland, in Duitsland. Overal, Polen, Tsjechië, zeg maar. Voormalig Joegoslavië, overal was heisaai. Italië, Noord-Afrika, Griekenland volgens mij ook. Overal was heisaai. Even niezen. Behalve in Zwitserland. Gek, hè? Ja, het is toch opvallend. Ja, maar Zwitserland was toch neutraal? Nou, Nederland bemoeide zich ook nergens mee, hoor. Maar wij werden binnengevallen. Dan kan je nog zo neutraal zijn als dat je wil. Maar wij werden binnengevallen. En in plaats van een paspoort moest iedereen een Ausweis hebben. En alle Joden werden op vakantie gestuurd. En die kwamen nooit meer terug. Zo leuk was het daar. Dus het had niks te maken met het neutraal zijn van Nederland, ja of nee. Nee, het had ermee te maken dat Nederland zou aangevallen worden. En Engeland en België, Frankrijk. Maar Zwitserland werd met rust gelaten. En als je nou kijkt naar die filmpjes van Jean Heros, want de meeste van die filmpjes, 9 van de 10, die zijn opgenomen in Zwitserland. Waarin die studie maakt van de architectuur en en andere aspecten van die gebouwen. Hier in Nederland heb je dat ook hoor, by the way. Ik weet nog dat ik een keer in een koffieshop zat aan het begin van de Haarlemmerstraat. Dat is vlakbij het Centraal Station van Amsterdam. En er was daar een jongen, die had ik al vaker gezien. En die had, noem het maar, Indiaans bloed. Indiaan, dat is niet het India, maar uit Noord-Amerika. En hij kwam dan uit Canada. Een beetje zo'n tintje. Van het diep zwarte haar en bruine ogen. Zo. Een beetje lange schedel. Dat was wel een mooie man.
Maar niet zo'n, wat ze dan noemen, een WASP. Een White Anglo-Saxon Protestant of zo. Zo'n man met rossig haar en sproeten. En die woonde al een tijdje in Nederland. Hij zou alweer, hij was gekomen op vakantie en blijven hangen of zo. Een paar keer met hem gesproken. En een keertje, toen zat ik daar. En toen riep hij in de rondte. Van jullie weten helemaal niet wat er aan de hand is in jullie eigen stad. Ga maar eens kijken bij het Centraal Station van Amsterdam. Naar de afbeeldingen en andere beelden. Dat is demonisch, satanistisch. Ik heb later nog, moet ik eerlijk zeggen, dat iedere keer als ik op Amsterdam Centraal was, dat ik in de rondte keek van wel, wat zou die jongen nou bedoeld hebben? En ik kon het niet vinden, maar dat zegt niks. Ik heb ook niet echt heel specifiek gezocht. En hij misschien wel, omdat hij dus het wel opgestuurd is en ik dus niet. Ja. Ah, kan. Nou, die Jean Heros, die gaat dus zo, of ging zo, in Zwitserland in de rondte. En keek heel goed naar die gebouwen. En Jean Heros had dan zijn camera bij zich. En die heeft daar opnames van gemaakt. Dus, maak hier een foutje, 1 seconde. Even wat klikkeren. Ik sta te uploaden. Tenminste, ik stond te uploaden. En dat is nu klaar. En nu wordt hij op Facebook gezet. Zo. Ja, het leven gaat door. Hè? Ook aan deze kant van de microfoon. En Jean Ross laat zien dat dus heel veel... Wanneer, dan moet je naar die dure gebouwen. Hè? Van die optrekjes. Je kent het wel. Een vrijstaand huis... En dan niet een vrijstaand huis zoals wij dat kennen, met een tuin rondom van 5 meter of zo. Hè? Dat je 5 meter rondom het huis, her en der misschien iets van 10 meter. Maar 5 à 10 meter is dan de grond van jou en daar middenin staat jouw huis. Nee, een huis met eromheen een landgoed. Hè? Die echte dure optrekjes. Echt duur. En daar naar de architectuur kijken. En de beelden die in de tuinen staan. Nou, dan word je wat duidelijk. Allemaal demonische, satanistische afbeeldingen. En wat heeft dat te maken met de kerk, met de georganiseerde kerk? Hè? Nou, volgens Jean Ross, van alles. Jean Ross kwam met een hele plausibele verklaring. En die zei van kijk, deze optrekjes zijn van de aristocratie, hè? De echt heel rijke mensen. En die echt heel rijke mensen, die spelen de baas. Achter de schermen natuurlijk. En het volk, zoals hier in Nederland, wij mogen dan stemmen. Dus 1 per 4 jaar mag je stemmen op... Dan heb je weer de gemeenteraad, dan heb je provinciale staten en dan heb je de Tweede Kamer. En nu heb je ook een 4e ronde, dan mag je stemmen voor iets in Europa. Maar hij is een wassen neus. Je stemt voor een clubje. En wat die club vervolgens namens jou, met jouw stem gaat doen. Ja, dat wordt bepaald door de interne agenda. Dus het enige wat je neemt, iets als de JSF. Nou, een gezonde Hollandse jongen die zou zeggen, rot op. Door voor het geld wat een JSF kost. Dan heb je... Ja, dan heb je zo milities voor... Ja, dan heb je
Van meer dan 10 jaar lang heb je de milities gefinancierd. En als je het wil hebben over het verdedigen van een land, moet je kijken hoe ze dat in Zwitserland hebben aangepakt. In Zwitserland is het zelfs bij wet verplicht. Daar dient iedere man een wapen in huis te hebben. Dient iedere man een wapen in huis te hebben. En een man wordt ook geacht om zich regelmatig bij de schietvereniging te melden. En daar een beetje te gaan lopen meeknallen met zijn maatjes. Schießverein noemen ze dat, denk ik. Allemaal heel gezellig. Dus in Zwitserland kan iedere man die kan schieten. En die heeft het vermogen om te schieten en die heeft een geweer. Dus als jij ooit van plan bent om Zwitserland binnen te vallen. Ja. Yeah. Ik weet niet hoeveel Zwitsers je momenteel hebt, maar zoveel soldaten heb je. En die soldaten die kennen hun wijk, hun omgeving, hun stad op hun duimpje. Ja, ga dat maar eens innemen. Lijkt me een hopeloze zaak. Kijk, en dat zouden wij in Nederland ook kunnen doen. En wat kost dat nou? Ik bedoel, jongens van 18, iedereen zou het graag willen. 18, dat hoeft niet eens. Maar ook, je mag er iedere man zeggen. Het hoeft van mij niet verplicht te zijn hoor. Maar iedere man kan je zeggen, als jij graag wil pief paf poeven. Dat is geen enkel probleem. En schietverenigingen, die krijgen subsidie. We kopen de hele die JSF-toestand, hè? Dat schaffen we af. Even Zwitsers denken. We betalen geen rode rotcent meer aan die McDonnell Douglas. Ze bekieken het maar. We hebben die F-16's en die mogen ze, onderhoudscontractje. En we gaan even vragen wat Israël betaalt voor hun onderhoudscontract. Want Israël heeft, ik weet niet hoeveel duizend F-16's, hè? Allemaal tweedehandsjes. Ja, wat betaalt Israël voor het onderhoud van die F-16's al daar? Nou, dan willen wij ook zo'n prijs. Ja, iets minder misschien, want zoveel als Israël er heeft, dat hoeven wij niet. Hè? Wat hebben wij nou nodig aan F-16's hier in Nederland? Een stuk of 16? En klaar. Misschien iets meer, en af en toe is er eentje kapot of zo. Of hè, dat je de 20 neemt of zo. Je kan ook het hele idee van een straaljager kan je, achterwege laten. Kan ook nog. Maar dan komt er een behoorlijke partij geld vrij. En daar financier je of subsidieer je schietverenigingen van. Het hoeft geen business te worden. Want mensen vinden het hartstikke leuk om te schieten, man. Er zijn genoeg jonge jongens. Nou, en dan willen ze ook nog op weekend. En dan gaan ze survival tochter. Dat mag toch. Laat ze maar lekker kamperen en barbecue ergens op de Hoge Veluwe. Allemaal een gun mee. Ja, we maken dat. Milities, zei dat. Kan je ook doen op het Groninger platteland, hoor. Ook daar kan je survivalen. Heb je wel iets dikkere sokken nodig, maar dat weten die Groningers alles van. En zo hebben ze dat in Zwitserland aangepakt. Dat is heel verstandig. En los daarvan, de toegangswegen tot Zwitserland, die gaan allen door tunnels heen. Behalve één, dat is een brug over een rivier. Dus als je Zwitserland binnen wil vallen, dan ben je een grote jongen. Dat zal moeten via de lucht, denk ik. Of je moet via B-weggetjes rondom die, door die bergen heen. Nee, dat wordt geen feest, joh. Zwitserland is een vesting. En het financiële gebeuren, dus de dingen als de Wereldbank en alles. Hè, dus het geldsysteem, dat is een hiërarchie. En de bovenste baasbank, dat is de BIS. De bank van de internationale settlements, zijn het? Overeenkomsten. Bank of International Settlements. Die zit in Basel. En Basel is in Zwitserland.
En dan de band met de paus. Nou, er is een spreekwoord en dat luidt: geen geld, geen Zwitsers. Waarmee bedoeld wordt de Zwitserse garde van de paus. Dus ooit had de paus een Zwitserse garde en die beschermde hem tegen Jan en alleman, maar die moest wel betaald worden. Want die jongens deden dat niet voor niets. Ooit was dat zo. Ja. En in het hele prille begin van Zwitserland zaten daar de tempeliers, die zich na hun laatste kruistocht, toen vonden ze het mooi geweest, toen hebben zij zich teruggetrokken. In Zwitserland. En voor die tijd werkten ze voor de paus. Ja, ja. Dit kan je allemaal nazoeken, hoor. Ik weet niet precies waar het staat. Maar... Kijk, de tempeliers op zijn Engels heet dat knights, knechts en templar. Knights Templar. Je hebt toch ook die serie en die heet The Saint. En die hoofdpersoon die heet Simon Templar. Dat is ook een Netflix serie, by the way. Maar het was een boekenserie. Ooit. Dat refereert aan de tempeliers. Die voor de paus die kruistochten begeleiden, dingeste, lalala. La 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 la. En de vraag is nou wie echt de baas is. Is dat de paus? Of is dat dat gemeenschap in Zwitserland, die gemeenschap in Zwitserland? Ja, dat is maar de vraag, hè? Kijk, in de uiterlijkheid heeft de paus alles voor het zeggen. Johannes Paulus I, die paus die aangesteld werd in 1978 of zo. Hè? 76, nee, iets later dacht ik. Die heeft 33 dagen de paus mogen zijn. En toen werd hij 's morgens door zijn werkster, die het ontbijt kwam brengen, dood aangetroffen in zijn eigen bed. En er mocht geen lijkschouwing worden gedaan, want het ging om de paus. En het lichaam van de paus is heilig of zo. Dus ja, je mag dan niet maar iets van haren afnemen of de maag leegpompen. Of dat soort dingen mag allemaal niet. Teennagels afknippen, zo. Nee, dat mag niet. Het is allemaal heilig. Anders hadden ze kunnen kijken of die misschien vergiftigd was. Nee, dat mag alleen bij andere mensen, maar niet bij de paus. Dus, ja, wie is er de baas over de paus? Hè? Ja, niet de paus zelf in elk geval. En er zijn meerdere pausen vermoord, hoor. Ik zal eens even kijken, dat staat denk ik wel op Wikipedia. Popes. En dan... Murdered. Oké, dan. Een lijst van de pausen die gewelddadig om het leven zijn gekomen. Het gaat dan om... Dan tel ik even. Vanaf het concilie van Nicea. Murdered Pope, zit er nou? Ja. Kijk hoor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
Maar dan staat Johannes Paulus de Eerste zat er niet eens bij. Nee, dat wordt ook niet officieel toegegeven. Ja, dus de paus, zo machtig is hij dan ook weer niet, hè, als hij vermoord kan worden, toch? En dan de persoon dan, hè? Dus, kijk, de organisatie blijft hetzelfde en dat gaat over de antichrist. De antichrist uit de Bijbel. Tuurlijk is hij dat. En, dat verandert er niet aan. Het is een grote organisatie die zich veilig acht, en terecht veilig acht, in Zwitserland. De bevolking is bewapend. De economie is daar keigoed. Die hebben helemaal geen last van toestanden. Die hebben denk ik ook geen probleem met immigranten. Zwitserland is heel welvarend. Ja, de paus zou niet anders willen. Of ik moet zeggen, de antichrist, de organisatie zou niet anders willen dan dat hun thuishaven een en al pais en vree is. Om van daaruit zijn kwalijke praktijken over deze wereld uit te kunnen storten. En Vaticaanstad is een, ja, noem het maar, een front office. De Engelse term die mij dan te binnen schiet. Een voorpost of zo. En dan dat gedoe erbij van de Bijbel en alles. Maar de paus is helemaal niet van de Bijbel. Dat interesseert hem helemaal niks. Dat ik het even weet. En dan kwam die Jean Heros met een hele aardige, is dat hij zei van ja, die aristocraten, waarvan hij had aangetoond dat het satanisten zijn, dat kan je zien aan die beelden in hun tuinen, dat doe je niet voor de gein. En als je kijkt naar een katholieke kerk, dat is dan heel duidelijk, tenminste de katholieke kerk waar ik dan in geweest ben, want de moeder van mijn kind die was dan atheïstisch. Die was helemaal weg van dat demonenverering en satanisme toestanden. Zonder dat ze dat eerlijk zei. Ja. Toen kwamen we bij zo'n katholiek gebouw. Die zei ik, hey, dat zijn demonen, man. Hij zei, nee, dat zijn waterspuwers. Hij is er met regenwater af te voeren. Dan denk ik, ja, Alfred Jodocus Kwak. Natuurlijk zijn dat demonen, dat zie je toch. Gargoyles. Ga de kerk van Aken maar eens naar binnen. Ben ik in 2008 of zo ben ik daar geweest. Wat zie je daar? Ja, ik ga het niet verklappen. Maar daar word je niet blij van. Dat soort dingen horen niet in een gebedshuis. Dat soort dingen horen thuis in een satanshuis. Maar die aristocratie, die is zo satanistisch als wat. En die hebben de gewoonte om bij nageslacht, iedere heerser die heeft dus mag die wil nageslacht. En die, aan dat nageslacht wordt dan het rijk overgedragen, de bezittingen. En het is een goed gebruik om alle bezittingen van papa, dat die overgedragen worden aan de eerstgeborene. En de rest heeft het nakijken. Ja, krijgt een klein beetje dat ze net niet verhongeren, maar ja, die moeten het zelf doen. Dus in ons geval, Willem-Alexander, ja, die krijgt de hoofdprijs. Die krijgt dan wel zo'n rare vrouw erbij, maar gratis en voor niks. Vind je een enge vrouw, die Maxima? Die hoek.
Maar zijn broers, ja, die prins Bernard junior, ja, die moet ordinair werken. Die zit een beetje te handelen met vastgoed. Tja. Zo'n baan voor een pleb. Ja, ja. En Willem-Alexander is dan de koning. Ja, dat is in één keer het gebruik. En dat Jean Heros zei, en dat vond ik een hele goeie. Dat hij zei van ja, en die tweede en derde geborene mannen, die zagen met leden ogen toe hoe de eerstgeborenen de macht in handen kregen. En dat zij konden dansen naar de pijpen van de eerstgeborenen. En Jean Heros zei, toen hebben die tweede en derde geborenen genoegen genomen met een baantje in de hiërarchie van de kerk. Dus dan mochten ze bisschop worden of kardinaal. Hadden ze toch nog wat te vertellen. Nou, en in 1540 of zo, hè, kregen de Jezuïetenorde binnen de katholieke kerk. De Jezuïetenorde, dat is de militaire tak van de katholieke kerk. En die Jezuïetenorde is reuze toegerust, hoor. Uitermate machtig. En die is uitgegroeid. Ja, dat zijn aristocratische jongskes. Je zou het moeten gaan nazoeken, maar zo'n ding is van Rompuy. Is dat Erik of zo heet het hier? Is ook een jezuïet, toch? Ja, waar komt hij vandaan? Van Rompuy heet hij. Lijkt mij een aristocratische naam, hè? In Duitsland is het zo, als je von heet, dan ben je aristocraat. Lijkt mij. En dat zou dan, dat zegt dan Jean Heros, dat is de connectie nu nog steeds dan, hè, tussen Zwitserland en Vaticaan. Zodat de tweede en derde geborenen ook wat te vertellen hebben. Dat zou heel goed kunnen. Feit blijft dat het alles bij elkaar, dat is de antichrist. En wij hier in Nederland, wij ook, en de Belgen ook, en de Duitsers ook, en de Engelsen ook, en de Amerikanen ook. En wij zitten onder dat juk. Dat georganiseerde juk. Die monstrueuze organisatie. En wij moeten het daar maar mee doen, hè? Ja, het is niet leuk, dat weet ik ook wel. Maar beter de waarheid onder ogen zien dan te leven in een leugen. Toch? Nou dan. En denk er nog eens over na in wat voor Nederland je graag zou willen wonen. Hoe zou Nederland eruit zien als wij stoppen met die belachelijke belasting op de toegevoegde waarde? Ik vind als je iets niet moet belasten, is dat de waarde die toegevoegd wordt. Alles wat je belast, alle belasting is een vorm van onderdrukking. Mensen die gebruik maken van de voorzieningen, de algemene nutsvoorzieningen, ja, die moeten betalen in de mate dat ze gebruik maken van de voorzieningen. Dat wel. En begin jij een vervoersbedrijf en heb je van die 10-tonnen trucks en je dendert de godganse tijd heen en weer over asfalt. Ja, dan ga je maar wegenbelasting betalen, lijkt mij. Maar voeg jij waarde toe? Ja,
waar maak ik dat nou weer aan? Toch? Dat hoeft er niet belast te worden. Ja, maak jij een hoop winst als onderneming? Ja, dan vind ik dat je wel wat mag bijdragen aan de algemene middelen. Hè? Want je maakt winst binnen een infrastructuur van een samenleving. En die infrastructuur, dat kost geld om dat in stand te houden. En dat levert dan een goede omgeving op voor jouw bedrijf om te groeien. Ja, daar mag je wel wat afstaan, vind ik. Hey, daar heb ik geen moeite mee. Maar een belasting op de toegevoegde waarde? Nee, waarom? Belasting op de winst. Hetzelfde vind ik voor loonbelasting. Daar vind ik nergens voor nodig. Kijk, als jij een onderneming hebt. Je maakt winst. Dan mag je daarover belasting betalen. Maar jij bent een arbeider en jij werkt ergens. Waarom moet je daar belasting over betalen? Ja, maar sommige mensen verdienen echt als arbeider heel erg veel. Ja, daar moet je dan bij dat bedrijf voor zijn, vind ik. En niet bij die individuele werknemer. Ik ben het met je eens hoor, dat bedrijven die hun personeel excessieve salarissen betalen, dat niet afgetrokken mag worden van de baten. Want de winst bestaat uit de baten verminderd met de kosten. En ik vind dat je moet stellen dat als een bedrijf zegt, ja, ik heb 100 medewerkers in dienst, die moet ik iedere maand betalen. Dus dat breng ik in mindering op de winst, zullen we zeggen. Dat trek ik van de baten af. Dat beschouw ik als kosten. Ja, dat toegestaan is tot 100% van het modale inkomen in de regio. Als je daarboven gaat lopen uitbetalen, ja, dat mag wel als onderneming. Maar daar betaal je wel, daar betaal je over. Als bedrijven, dat mag je niet aftrekken van je winst. Krijg je een heel eenvoudig belastingstelsel. Dan heb je ook gelijk geen belastingambtenaren meer nodig en belastingadviseurs. En dat kan je helemaal vergeten. En wordt het ook heel makkelijk om iemand in dienst te nemen. Heb je altijd gehouden, hoor niet. Ja, denk jij eens in hoe zo'n samenleving zou zijn. Hè? Iedereen tot rust komt. En dat je niet meer hoeft te werken voor die gekke paus. Met zijn geldhonger. Zijn belachelijk dure ideeën, zijn wilde plannen. Wat zei de paus nou laatst? Van, er moet een wereldregering komen om het klimaat te beheersen. En dat kan de mens helemaal niet. De mens kan het klimaat niet eens laten veranderen. Er is nog nooit aangetoond dat wij dat doen. Er is alleen maar aangetoond dat het klimaat verandert. En dat doet het al sinds dat wij de beschikking hebben over meteorologische gegevens. Zoals gemiddelde temperatuur en dat soort dingen. Maar sinds we dat weten, dus ongeveer 2000 jaar, verandert het klimaat. Ja, niet van dag tot dag, dat doet het weer. Ook niet altijd, want meestal is het de volgende dag ongeveer hetzelfde weer als de dag daarvoor. Hè? Maar het weer verandert, dat is duidelijk. Het klimaat gaat wat langzamer. Is de mens daar een debet? Waar blijkt dat uit? En de paus die wil dan geld zien. Dat is die geldhonger van de paus. Dat is de geldhonger van de aristocraten. Denk je eens in een wereld waarin
Die belachelijke geldhonger van die aristocraten niet zo zijn. Hè? Dan moet je nog steeds geld bij elkaar leggen om de wegen te onderhouden en het elektriciteitsnet een keertje op te frissen. Maar dat is een kwestie van het bedrijfsleven inschakelen. En die dat laten regelen. Denk jij eens in een mooie wereld. Met verstandige mensen aan het hoofd die het het beste voor hebben met het Nederlandse volk. Echt een vertegenwoordiger van het volk. Zoals Willem de Zwijger was. En Willem de Zwijger was dan de baas van alle stadhouders. En hij was van mening van nou, wat de stadhouder van Utrecht zelf kan regelen, dat moet hij zelf maar regelen. Ja. Het principe heette subsidiariteit. Wat heet dat nu? Het subsidiariteitsbeginsel. Subsidie betekent bijdrage. Dat betekent dat iedereen levert zijn eigen bijdrage aan de staatsbesturing. En alles wat ze, bij Willem de Zwijger was het zo, wat de stadhouder van Friesland zelf kan regelen, dat moet de stadhouder van Friesland zelf maar regelen. Hij is toch de stadhouder van Friesland en niet Willem van Oranje. Willem van Oranje was er alleen maar om, was de voorzitter van de stadhouders. En als de problemen aan de orde kwamen die alle stadhouders betroffen, bijvoorbeeld als de paus weer eens van plan was om de boel te komen verstieren hier. Dat hij die Spanjolen weer zo gek had gekregen om ons op as af te sturen. 80 jaar lang, weet je nog. Nou, in de tijd van Willem de Zwijger was dat toch ook. Je werd ook geknokt tegen die Spanjolen. Ja, niet hij zelf, maar dat was die aanvoerder van de steden, van de stadhouderijen. Ja, daar was Willem de Zwijger voor de rest helemaal niet. Want waarom zou je dat doen? Een goede manager die bemoeit zich niet met de werkvloer. Je kan zeggen, een goede manager doet helemaal niks. Die kijkt uit het raam. En die wacht tot er iemand langskomt met een probleem. En dan doet hij daar wat aan. En als er niemand langskomt met een probleem, dan denk je, oké, mooi zo. Fijne, rustige dag vandaag. Hooguit belt hij af en toe even naar beneden, dat hij zegt van, goh, nee, ik hoor maar niks. Gaat het wel goed? Dat ze beneden zeggen, ja, gaat hij hartstikke goed. We hebben het hartstikke druk. En pas op. Ja, ik hang nu even op, ja, want de orde van Duitsland gaat de deur uit. Ja, hé, hey, maar is er wat verder? Dat die baas zegt, nou, nee, er is verder niks. Dus de orders gaan goed? Ja, heel goed, maar ik hang je nu op, want, Piet, hé, hey, stop. Ik hang, ja, als ze nog verder willen praten, moet je straks maar terugbellen, op een rustig moment. Ja, dan weet die baas dat het goed is. Ik ken zo'n baas hoor, die bemoeide zich met van alles. Ja, die is gelukkig opgestapt. Het bedrijf kunnen verkopen. Eerst een stukje gehakt, een stukje verkocht en wat er overbleef ook nog verkocht. En ja, die moest er maar mee ophouden, vond ik ook hoor. Je moet je niet bemoeien met de werkvloer. En dat doet de paus momenteel wel. Las ik nou in de krant, men wil in Nederland windmolens bij plaatsen. En dat schijnt dan schijn je toestemming te moeten vragen bij de Europese Unie. En er stond in de krant van nou, en waarschijnlijk gaat de Europese Unie deze keer zeggen dat het niet mag. Waar bemoeit de EU zich mee? Toch te gek voor woorden, wat is dat nou? En de EU is van de paus. Erik van Rompuy was de eerste Europese president, weet je nog? Nee, dat was alleen maar de voorzitter van de Europese Raad. Ja, ja, ja. Wij noemen zo iemand een president. En dat je dan voorzitter van de Europese Raad noemt, dat moet je zelf weten.
Je hebt het Europees Parlement en de Europese Raad. Je hebt in Nederland heb je de Tweede Kamer en je hebt het kabinet, weet je nog? En de voorzitter van het kabinet, hoe noemen wij die ook alweer? Nou, minister-president. Tegenwoordig is dat die reetredder, toch? Of heeft Mark Rutte een gezin met een vrouw en twee leuke kinderen? Nou, ik dacht van niet, hoor. Maar... Of is hij soms castraat-dinges of zo, dat hij helemaal niet aan seks doet? Nou, ik dacht van niet. Of is hij soms boeddhist, dat hij vanuit die overtuiging helemaal niet denkt aan seks? Nou, ik dacht het niet. Volgens mij heeft Mark Rutte wel degelijk een seksleven. Maar hoe? Ja, dat weet niemand. Hey, dat is de boel waar we onder leven. De heerschappij van de marionetten van de paus. Snap je? Hey, super bedankt voor het luisteren. Ik ga nog even lekker boodschappen doen. Nu het nog kan. Dat ik nog geld heb. En morgen komt mijn dochter eten. Oh, die belt vandaag. Dan weet ik wat ik klaar moet gaan maken voor dat lieve kind als ze morgen komt. En ik zou nog wat voor haar in elkaar gaan knutselen. Dat moet ik ook nog doen. Maar daar heb ik vanavond nog de tijd voor. Ik kan alvast beginnen met de spullen van beneden te halen. Dan ga ik lekker klusseren. Voor mijn lieve kind. Vind ik leuk. Ik hou van mijn kind. Ja, zal Boeddha zeggen, dat is alleen maar omdat je jarenlang heel veel voor haar gezorgd hebt en nu verlang je daar wat voor terug. En dat noem jij liefde. Ja, nou ja, misschien ten dele heeft hij gelijk. Maar dat ik zoveel voor haar gezorgd heb, dat was ook omdat ik zoveel van haar hield. Snap je? Ja, het is toch een mens en ik kan niet vergeten die dagen dat ze helemaal van mij afhankelijk was. De moeder is een beetje psychiatrisch gevallen. Daar had je niet zoveel aan. In de opvoeding van het kind. Hey, reuze bedankt voor het luisteren. En heb je een vraag, wil je ergens wat meer van weten? Ja, schroom niet om een vraag te stellen, hoor. Kets maar wat terug. Daar stimuleer je mij ook mee. Ik hoef geen geld en helemaal geen bijdrage of zo. Maar ik zou het wel leuk vinden om een reactie te krijgen. Dat je, als jij zelf een vraag hebt of zo. Hè? Nou, stel hem. Of ik weet het antwoord direct. Of ik kan het vragen aan Jörg Liesman. Of Jörg Liesman weet wel iemand die het antwoord weet. Jörg is een wandelende bibliotheek, hoor. En Tom Fress ook. Dat is die contact van Jörg uit Amerika. En Brad Norman, dat is ook iemand, die gaat langs bibliotheken en alles. Die kan ook het een en ander vinden. Snap je? En dat gaat veranderen. Ik weet alleen niet wanneer. Maar dit gaat veranderen. Er komt een einde aan die heerschappij van de antichrist. Ik weet niet wanneer. Het gaat veranderen. En op zijn hamburgers, want dat verandert niet, voorlopig. Op zijn hamburgers zag ik tjus. Een dag lieverds.